Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ha, zei gisteren van, iedere keer als we naar... Oh, ik altijd Harry, sorry. Iedere keer als we naar binnen lopen, vullen we even zo'n gieter. Want een regenton is misschien een optie. Water buiten is echt groen, moet je het helemaal door het huis laten trekken. En we moeten zoveel planten water geven, dat is niet normaal. Dus, nou, ik ben mijn ochtend aan het beginnen terwijl het koffieapparaat opwarmt. En we vullen. Zo, ik droom. Raar de laatste tijd. Ik droom ook continu dat ik mijn opleiding nog niet heb afgerond. De paro. Super vaag. Heb ik nu al 3 keer gehad of zo. Gelukkig ben ik nu zo gespierd dat ik dit kan tillen. De heg moet in ieder geval 1 emmer per heg. Volgens mij hebben ze HNO 2. Ja, ik denk 1. Deze broek moet ik nog steeds laten inkorten. Maar deze heeft echt extreem veel water. Het lijkt alsof je nog steeds wat water kan gebruiken, want die is veel natter. Als je op vakantie bent, heb je ook echt iemand nodig die dit doet. Dit zijn zonnebloemen. Die zijn wel heel nat nog. Het is zo ontzettend heet hier. Dit zijn dus eetbare bloemen. En deze gaan wel snel dood door de zon. Oh, ha, heeft gisteren toen ik aan het sporten was deze hele mooie potten gekocht. Ja, potten zijn gewoon duur. Uiteindelijk was het meer dan 200 euro voor 5 potten. Echt belachelijk, maar ja. Het is wel, hij heeft het gisteren hier omgepot, deze 2. Ziet er wel heel mooi uit. Echt meteen een boom. Dit is de conference. En dit is een van de kersen. En nu ga ik eventjes editen. Nou, het is 3 uur bijna. Ik ben helemaal klaar. Mijn weekvlog is gewoon klaar. Super chill. Nooit gehad. Dat ga ik misschien voor het altijd doen op maandag. In 1 keer die vlog erdoorheen rammen. En nu ga ik nu pas iets eten. Ik heb alleen koffie op. En ik ga lekker deze komkommers in ieder geval eerst even lekker opknabbelen. Even in het zonnetje. Van gisteren nog. Heerlijk. De Eat Me I'm Ripe avocado die ik vorige week bij Flink heb besteld is niet heel lekker. Het is wel zonde, want je kan het gewoon nog eten. Die in ieder geval niet bruine stukken prima. Maar het is gewoon niet aantrekkelijk als je dit zo ziet. Het zit alleen maar vol van die komkommer, joh. Voor eentje bewaard voor haar. De rest heb ik allemaal lekker opgegeten. Nu neem ik even avocado. Wat ik vorige vlog ook al zei. Ik vind gewoon. Ik ben natuurlijk ook gewoon nu aan het werk. Dus het is een beetje. Ik voel het een beetje overbodig om steeds zo'n luxe, lekkere lunch voor jezelf te maken. Gewoon even eten. Op je werk ga je ook niet uren eten. Niet dat ik dat deed, maar op je werk ga je ook niet helemaal heerlijk uitgebreid lunchen. Dus dat hoeft helemaal niet elke dag. Dus ik eet gewoon lekker dit. Dan ga ik weer even door. Ga ik op avocado. Trouwens, ik denk dat ik nu vast even ga koken. Mijn computer is nu toch aan het renderen en dan is hij heel langzaam. Ik ga vast even de groenten lasagne voor vanavond preparen. Ik wil eigenlijk ook nog sporten. Dat is wel even handig. Als ik dat nu doe. Ik zal eens even elke dag laten zien wat ik maak deze week. Dat is in ieder geval het doel. Ik ga groenten lasagne maken, maar ik weet zeg maar nog niet hoe. Dus gewoon à la Charlotte ga ik gewoon wat doen. In ieder geval neem ik altijd een grote schaal. Ik vind het lekker dat er wat overblijft. Want je bent er best wel even mee bezig. En dan is het super chill als je extra hebt. Dus die geef je sowieso even in. Maar dat kan later wel. Ik had dus deze saus bij de Aldi. Die leek me wel lekker. Niet zelf gemaakt dit keer. Ik heb 500 gram runder gehakt. Mozzarella en kaas voor erop. Ik heb 2 courgettes en aubergine. Ik weet dus nog niet of ik groente en pasta wil doen. Maar misschien doe ik het wel helemaal zonder pasta. Omdat ik natuurlijk zelf dat eigenlijk liever niet eet. Maak ik er helemaal groente lasagne van. En ik twijfel of ik de groente van tevoren ga bakken. En ik denk van wel. Dat is eigenlijk wel lekkerder. Je kan het ook gewoon zo rauw erin doen. Maar bakken is wel het lekkerst. Op de maandag gaat Ha vaak sporten na zijn werk. En dan vind ik het gewoon altijd leuk om in ieder geval op maandag lekker te koken. Dus ook wat meer mijn best te doen zeg maar op het eten. Volgens mij, ik heb dit echt 2 jaar niet gemaakt of zo. Niet te dikke plakken is de key, maar je wil ook dat ze niet kapot gaan. We hebben trouwens gisteren nieuwe pannen gekocht bij de Aldi. We wilden nieuwe pannen. Maar het staat dan zo op de to-do-lijst, maar niet heel belangrijk. Want ze bakten echt heel snel aan, die pannen. En toen kwamen bij de Aldi dus vet goeie. Ik hou van Aldi en mooie pannen tegen, kijk. 3 soorten, maar kijk hoe mooi ze zijn. Een beetje paars, shimmer en supergoed. Dus ik ga eerst eventjes nu het gehakt bakken met ui en knoflook. Mocht je nog niet weten, dit is echt levensverbeterend. Want je doet dit. Dit is dus super chill. Nu is je hele knoflook er al. En tegenwoordig heb ik eigenlijk geen zin om knoflook te persen. Dan moet je het er helemaal wat persdingetjes schoonmaken en zo. Dus ik ben altijd gewoon lekker een beetje hakken, takken, tak. Het gaat toch bakken en nog in de oven, dus lekker een beetje snijden. Oh, wat ruikt knoflook toch zalig. Ik doe wel echt heel veel knoflook erin, zoals je kan zien. Ui! En het geeft ook nog eens een lekkere bite, want het is natuurlijk ook gewoon groente. Ook lekker grof.
Hoppakee, dan ga ik dit even lekker fruiten. Ik doe eerst de ui en dan later pas eigenlijk altijd de knoflook. Want ik hou niet van die hele gebrande knoflooksmaak. Olivenolie. Zo, en dan ga ik ook even meteen de groenten bakken. Je kunt ze helemaal insmeren met olijfolie, je courgette en aubergine, maar dat ga ik niet doen. Ik doe even zo en dan doe ik het met zo'n kwastje. Vind ik altijd wel fijn. Het is wel heel chill om nu al te koken hoor. Dan ben je straks gewoon klaar. Gooi je het in de oven. Dan hoef je er niet meer over na te denken voor vanavond. Hier ga ik zo het gehakt bij gooien. En dan pas als het gehakt een beetje aan beide kanten bruin is, doe ik de knoflook erbij. Gelijk wel een kiwi. Kijk dan. Je kunt natuurlijk ook een tosti-ijzer gebruiken of dit gewoon allemaal in de oven gooien. Dat is ook makkelijker, maar ik kies er nu voor om te bakken. Dat vind ik nu makkelijk. Ik zet gewoon lekker een beetje bruin aan. Deze pan is super goed. En ik ben hier even van pan gewisseld, want die saus heeft wat meer ruimte nodig. Ik ga nu de knoflook erbij doen en ik ga wat kerstomaatjes erbij doen. Dat heb ik net bedacht. Op zich is dik snijden ook niet heel erg, want anders heb je hele dunne vlakken. En je wil wel dat hij wat steviger wordt. Dus helemaal niet zo erg als hij wat dikker is. Water erin. Voor het laatste beetje. Voilà. Omdat ik voor een kant-en-klare saus ben gegaan, in dit geval heb ik helemaal niks gekruid. Behalve de ui en knoflook. Hier ook nog niet, want de kans is groot dat er gewoon al heel veel smaak aan die saus zit. Ik had nog wat spinazie over van sapje van gisteren. Dus die bak ik ook nog op. Kan ik er ook nog lekker tussen doen. Ik vind die tomatensaus met ricotta erin altijd zo lekker. Deze saus smaakt gewoon al perfect. Ik heb nog even een beetje rozemarijn geplukt in de tuin. Die bak ik niet zoveel. En die gooi ik dan nog straks een beetje over de courgette en aubergine heen. Je kunt natuurlijk ook oregano, rozemarijn, Italiaanse kruiden uit een potje. Wat je lekker vindt. Kijk, hier werd dus echt helemaal niks van over. Ja, anders ligt het maar in de koelkast te liggen. Nou, we kunnen wel gaan beginnen met de laagjes. Al insmeren met olie, ook even langs de randjes. Meestal als je saus wat dunner is, dan kun je vooral zeg maar, het dunne gedeelte een beetje gebruiken om hem in te smeren. Of je gebruikt nog wat uit het potje, maar niet te veel met vlees. Want dat bewaar ik meer voor de binnenkant. En dan, we hebben geen pasta vellen, dus we beginnen met courgette, want daar hebben we het meest van. En ik vermoed dat voor deze schaal ik echt helemaal niet zoveel groenten heb gegrild, hoor. Auw, het is echt gruwelijk heet. Bizar. Ze zijn gelukkig nog wel mooi stevig. Ik leg ze dus een heel klein beetje over elkaar heen. Dus als je het snijdt, dat is echt wel mooi. Het moet natuurlijk wel een lasagne zijn. We redden gewoon maar één laag, jongens. No joke. Het wordt sowieso minder stevig dan met lasagne vellen. Maar je gaat het nu lekker opvullen. Ja, het is een goede grove saus. Ga je hem ook maken? Dan zou je dus een kleinere ovenschaal kunnen gebruiken. En dan gooi ik natuurlijk nog even die spinazie lekker eroverheen. Voor wat extra vitamin. Super weinig. Dan heb je dus straks ook stukjes zonder aubergine helaas. Want hiermee kan ik niet mijn hele ding beleggen. Dit is dus de reden waarom ik niet altijd mijn recepten film. Want dan denk ik, ja, ik doe maar wat. Die aubergine is een stukje slapper. Als je het van tevoren niet grilt, zal het een stukje steviger zijn. Maar toch ook echt wel minder lekker. Dan vul ik hem nog even op met courgette. Nou, de rozemarijn gooi ik er gewoon een beetje overheen. Dan ziet het er nu zo uit. Hij is al best wel hoog. En dan ga ik nu de laatste saus. Kijk, dit is op zich al mooi bedekt. Ik koop bijna nooit tomatensaus die kant-en-klaar. Er zit ontzettend veel suiker in. Ik had bij deze gekeken. Deze had iets van 3,8 per 100 gram. Die met ricotta had minder. Er zit natuurlijk ricotta bij. En er gaat lekker veel kaas overheen. Wat ik ook al chill vond is dat de vaatwasser gisteravond niet vol zat. Want we hadden niet zoveel vaat. En dat ik hem dus nu vol ga gooien en ga draaien. En dat betekent dat bijna alles van het koken al lekker in de vaatwasser zit. En als ik dan thuis kom, is het even uitruimen. En bijna geen vaat. Dat vind ik heel chill. Zo, alles weer in de vaatwasser. Mozzarella was gescheurd. Alright, het is echt wel bijna 5:50. Ik ga nu echt vuilnis weggooien. Robot staat aan. Shake away. En let's go. We zijn weer even warm. Niet zulke warme kleren aangetrokken. Het kon beter. Ik kon niet zwaarder. Ik weet niet. Ik ben gewoon nog steeds niet helemaal fit. En natuurlijk gisteren ook getraind. Maar we zijn wel geweest. En de oven staat lekker aan. En nu gaat dit erin. Kijk, die kaas was al helemaal gesmolten. Omdat het natuurlijk warm is. Ik ben heel benieuwd. Lekker. Wow, kijk dit. Na 25 minuten was de kaas nog helemaal wit. En had hij hem even op grillstand gezet. Ik denk nog geen 5 minuten. Nu is het gewoon uit een pizza. Oh, wat ziet er lekker uit. Dan haal ik hem er even uit en laat ik hem nog eventjes 5 minuten rusten, denk ik, op het aanrecht. Geen geduld om te wachten. Ik ga wel eens kijken. Wow. Maar er zit dus geen zout en peper op, maar ik denk dat het zout genoeg is door die saus. Hey baby. Okay.
misschien mag er nog wel zout op. Nou, het is wel lekker, maar ik vind het niet echt zo wauw als zo lang ik ermee bezig ben geweest. Er had wel iets meer kruidig mogen. Nu is alleen knoflook en ui, ik mis iets. Het is natuurlijk ook zo'n grote schaal. Ja, een beetje peper, een beetje zout, maar moet er ook chili nog op? Vind jij? Nee. Dus alleen een beetje zout en peper. Oké, dus het is gewoon hartstikke lekker. Het geeft ook wel echt een lasagne fijn, maar er moet wel zout en peper in. Je kan beter je saus zelf maken. Dan is het echt 10. Nu vind ik het gewoon... Ik vind het alsnog gewoon een 9 of zo. Het is gewoon heel lekker. Lekker. Good morning. Ik ben bijna bij mijn afspraak, want ik heb mijn allerlaatste wenkbrauwtouch op. Voor de laatste finishing touch. Even nog een mascara aan doen. De huishoudelijke hulp was er net. Ik heb ook zelf een beetje wat schoongemaakt, wat gewerkt. En ja, nu op naar de touch-up. En ik wil eigenlijk nog een TikTok maken straks hier in de auto. Nou, dat was het alweer. Ik zei al van als je net eruit komt, dan denk je altijd van oh, zo donker. Dus ik dacht helemaal van het gaat nu heel donker zijn, maar je ziet echt bijna niks. Heeft deze, nou wil je zeggen wat je hebt gedaan? Dan zit je er ook even gezellig in. Super. Wat heb ik bij haar gedaan? Zij miste net een klein streepje bij de aanzet. Dat heb ik lekker opgevuld en verder heel lichtjes een beetje gepoederd. Zodat het niet heel erg contrast was met één streep en de rest vlak. Ja. Ja, dus dat eigenlijk. Toppie. Ja, en dat kan dus gebeuren dat je het zeg maar wel aanzet, maar dat het gewoon niet pakt ofzo. Precies, inderdaad. Ja. Je zag eigenlijk hierboven zag je nog het kleine streepje wat je had gezet. Precies, maar gewoon één klein dingetje. Één klein streepje. Nou, super fijn dat het kon. Tuurlijk. Thanks. Ja, alsjeblieft. Oké, en toen zet ook even... Ik voel me echt fresh vandaag. Een TikTok opgenomen over deze fantastische lipgloss. Wauw. En kijk hoe mooi mijn brows zijn. Ze heeft nog even mijn hele wenkbrauw dus gepakt. Hier is ze niet aangezeten aan deze. Mijn hele wenkbrauw mee gepakt. Omdat hier trouwens geen haartje zit, zie je soms op beeld het een beetje reflecteren. En ziet het daardoor een beetje gek uit. Maar het echt is dat het niet zo, het komt echt door het beeld. Maar ze heeft deze nog even helemaal gedaan. Geweldig. Super snel en fijn. Helemaal blij. Hier zat net een soort van gaatje. Omdat het daar niet had gepakt. Ze heeft ze even opnieuw gedaan. En ik dacht, ik ga er met twee verschillende brows lopen. Maar helemaal niet. Ik voel het ook bijna niet. Want het was echt even de oppervlakte. Dus het is net alsof ik niet geweest ben en het in één keer goed is. Heerlijk. En nu ga ik mijn autopapieren brengen en mijn auto verkopen die ik al had achtergelaten zaterdag. En daarna ga ik even wat eten, want ik heb super veel honger. Als jullie vinden dat een McDonald's jongen super aardig is, zeggen jullie dat dan? Ik heb het gezegd. Hij klonk zo aardig. Ik ben bij de Mackey. Ik heb zwaar honger. Oh my god, duimpje omhoog. We hebben weer een keer een Car McBang. Dat is toch geweldig? ik vraag me af of mensen dit eigenlijk weten, maar je kunt dus gewoon een hamburger bestellen. Van 1,35. Zonder brood. En ik vind dat dus heerlijk. En iedereen verklaart me altijd voor gek. Maar ik pak dat burgertje. Hier moet ik eigenlijk een TikTok over maken. Je moet echt over alles een TikTok maken. Zo gaat mijn brein dus nu, hè? Ik maak een TikTok. Maar ik was net bezig met een andere TikTok. Wacht even, jongens. Zie jullie zo weer. Sorry, jongens. Ik heb hem al op. Ik heb hem op TikTok gegeten. Als je op YouTube zit en op TikTok en op Instagram, dan weet je gewoon niet meer waar je content moet plaatsen. Jongens... Ik was een beetje overdreven aan het eten voor TikTok. Maar oké, het was echt heerlijk. Ik heb het gevoel dat ik wat meer met TikTok moet doen om een beetje weer wat mensen terug te vinden in het sociale leven. Dus ja, TikTok is altijd een beetje gemaakt. Dus daar doe je net een beetje wat anders dan in een vlog. Dus net even wat meer klaarzitten en ik ga iets doen. Ik heb een hekel aan nep, dus ik probeer altijd niet nep te doen. Maar ik merk dat het toch wat nepper wordt van TikTok. En in mijn vlog ben ik altijd lekker helemaal real. Dus daarom hou ik zo ontzettend van YouTube en hoop ik dat ik dat heel lang kan blijven doen. Maar YouTube is een beetje een uitstervend iets. Dus af en toe een TikTokje plaatsen dan maar. Dus dat was wel echt heel lekker. Auto verkocht en ik heb meteen even mijn airco aan het repareren, want die doet het blijkbaar niet. Ik ben zo blij dat ik deze garage heb leren kennen. Het is, ik kan wel zeggen, voor al mijn zoetermeerdertjes. Niet allemaal nu hierheen gaan dat alles duurder gaat worden. APK, nee niet APK, hij heet de Groot Automotive op Edison Watsonstraat. Waar ben ik nou? Ik weet het even niet. En daar ben ik dus ook die auto gaan wassen, want ik kreeg heel veel vragen waar was dat? Nou, dat zit dus hiernaast, Bob of zo heet dat. Ja. Nou ja, de Groot Automotive heet het dus. Oh my god, ga ik hier kunnen draaien? Zo'n aardige vent. Bij deze gekomen en die had toen echt... Dat ik wel door de APK heen of iets kleins of zo. Gewoon, ik heb het gevoel bij die ketens. Ik weet niet meer welke keten ik toen was, maar die ook weer heet. Quickfit. Nou, ik heb toen mijn eerste keer in het blauwe autootje. Dat was dus de auto van opa. Ik nu dus net heb verkocht. Arme auto. Daar heb ik toen echt gewoon 1800 euro of zo moeten betalen. Voor een reparatie. Weet je wel, echt bizar. Deze man is altijd super aardig, duidelijk. Auto ook lekker makkelijk. Hup.
prima. Op Marktplaats had ik er vast meer voor kunnen krijgen, maar het gaat allemaal zo lekker makkelijk hier en altijd goed. Dus ik zei al, succes met de verkoop. Ik ben benieuwd of ik mijn auto binnenkort ergens rond zie rijden hier. Zou het wel grappig zijn. Nee joh, de accu was nu ook leeg als je hem niet gebruikt. Ik heb uitgerekend, ik heb dan dus die APK betaald eind januari, €310. Met ruitenwissers en nog een aantal dingen die gerepareerd moesten worden. Toen wou hij me overkopen. En toen wou ik hem toch nog houden. Nou, als ik hem toen had verkocht, had ik die 310 niet hoeven betalen. Want ik heb vervolgens maar twee keer gereden of zo, super zonde. Er zit ook trouwens gewoon nog benzine in. Maar en ik heb dus 4 maanden verzekering voor niks betaald. En ik kreeg natuurlijk die boete. En uiteindelijk zit ik nu best wel bij een dure verzekering. Omdat de verzekeringsadviseur heeft geregeld dat ik met terugwerkende kracht verzekerd werd. Zodat die boete kwam te vervallen. Maar uiteindelijk zit ik daar best wel bij een dure verzekering. Dus nou, ik zei dat ook tegen hem. Ik zeg dat we beter meteen kunnen doen. Ik zeg ja, soms kan je nog geen afstand van doen. Of heb je weer wat van geleerd toch? Weet je wel. Dus nou, een hele aardige vent. Ik heb er een heel goed gevoel bij. En ik ga dus naar Zwitserland over 2 weken. En ik heb nooit airco gehad in mijn auto. En nu dacht ik, nu ga ik eens een keertje de airco laten maken. Want ook bij QuickFit had ik in mijn blauwe auto de airco laten maken. Maar nooit iets van gemerkt en nooit teruggegaan. Dat is ook super stom van mezelf. Dan heb ik gewoon, maak ik geen tijd om terug te gaan. Maar ik zei, kan je hier nu de airco in doen? Dan zegt hij, ja, moet ik hem even een half uurtje aankoppelen. Een soort vloeistof erin. En dan doet hij het. Dus nu heb ik airco. Dus dat is wel heel leuk. En ik ben wel blij met deze auto hoor. Lekker automatisch. Helemaal top. Hij is veel zuiniger dan die blauwe. Dus ik heb helemaal zin om hiermee naar Zwitserland te rijden. Ik ben helemaal verwaaid. Want ik had een half uur lekker buiten in de wind te wachten. Maar ik helemaal ready om naar Zwitserland te gaan met deze car. Je moet nog eventjes een zo'n plugje kopen dat je zo'n oplader in je auto kan doen, weet je wel. Want dat, anders houdt mijn telefoon het niet zo lang vol. En dat zit hier niet in, een oplaadsysteem. Het voelde als een supergoed en nuttig dagje en ik heb 3 TikToks gemaakt. Nou jongens, het is toch helemaal geweldig. Het is toch helemaal super. Mijn auto is trouwens ook best wel schoon en netjes. Kijk, hier heb ik zo'n opladertje. Ik denk dat ik die meteen even bij de Action ga halen. Ik denk dat ik gewoon dingen die ik voor TikToks wil doen lekker in mijn auto ga leggen. In dit vakje. Ik vind het wel chill dat het open is. Hier ligt nog een TomTom verwendrop van mijn oma. Gadver. Ja, het voelt die dode oma alsof het dan heel oud is. Maar ze is natuurlijk pas kort geleden overleden. Maar oké. Okay. En hier ligt nog... Kan ik dit gewoon gebruiken? Nee, oh, nee, hier lijk ik niet op. Omi. Verder heb ik de auto al best wel leeg gehaald. Maar ik wil dus echt even een soort houder voor mijn camera. Dat ik lekker kan vloggen. Ik heb ook zoveel zin. Kijk, ineens zie ik dat er een bekerhouder zit. Nu ik heb opgeruimd. Maar ik heb zoveel zin in Zwitserland. Om helemaal lekker om eentje op reis te gaan. Ik weet dat jullie dat ook dan heel leuk vinden. Want dan ga ik heel veel vloggen en zo. Deze heb ik dus net getest. Maar die wil ik nog testen. En leg die lekker hier. Want in de auto heb ik toch altijd een soort van rust om te gaan TikTokken. En deze wil ik eigenlijk ook nog laten zien. Maar die draag ik al. Dus nee, die bewaar ik lekker hier. Ik ben heel blij met die hoesjes die ik van Lotte heb gekregen. Oké, ik ga even zo'n ding halen en doei. Ik ging nog even naar de Action Zero en shop, toch? Oh, en naar Jumbo. Koffie? Cola? Kijk, kom. Ik film even dit en dan kom ik, ja? Oké, okay, en ik ga wel even dit kopen, want ik wil gewoon een keertje dat het mooi is. De RVS plaat. Ik heb bij de Action deze voeten dingen gekocht. Want het leek me echt heerlijk om hier overheen te rollen. Maar ik heb me heel erg niet laten verleiden, hoor. Dus ik heb heel weinig troep gekocht. Doekjes. De schoonmaakster vroeg om een aantal dingen. Ze wilde dit graag hebben om af te stoffen. Sponsen. Alles reiniger. Was cool. Nog wat extra doekjes. Die zien er altijd super schattig uit bij de Action. Deze zeep ruikt super lekker. We hebben boven dus zo'n mooie zeephouder. Dus het is zonde om daar mooie zeep in te doen. Ik dacht ik koop zo'n grote. Maar hij ruikt. Oh, nog is het lekkerst van alle zeepen die ik heb geroken. Ontharingstrips voor mijn snor. Dit heb ik al 37 jaar niet gebruikt. Maar ik dacht het is best wel handig als je eigenlijk een keer... ineens opgesteld wordt of zo en je hebt het in je auto liggen. Nagelborstel wilde ik al een tijdje kopen, want er zitten heel veel bacteriën onder je nagel. Dit is vet leuk. Ze hadden dus ruitenwisservloeistof en volgens mij is mijn op. Met Cool Slice. Ik weet niet precies hoe die ruikt. Maar ook nog cola. Had ik nog nooit gezien. Dit gebruik ik vaak 's ochtends, 's avonds doe ik dan goede tandpasta zeg maar. En 's ochtends vind ik het lekker om gewoon zo'n ja, minder goede tandpasta lekker fresh te gebruiken. Ik heb ook nog zo'n beetje onzin deze tandpasta gekocht. Dit soort bars vind ik heel chill. En deze heeft nog een face scrub erin. Dit is heel handig voor de zomer om op jezelf te sprayen voor muggen. Dit vroeg mijn tante voor de verjaardag. 2 voor de zekerheid gekocht voor in de auto. Die ga ik er zo even meteen inleggen. Dit om misschien mijn camera op te kunnen zetten in de auto. Dit ook voor in de auto. Nog tandenborst van mijn tante. Ik wist niet of die andere goed was. Haar elastiekjes die lekker dik zijn. Nog zo'n bar. Maar deze is dan...
Heb ik in 3 soorten gekocht. En dit vind ik gewoon heel chill om in de douche te leggen. Want of je gebruikt hem om mee te scheren. Of even om op je spons te doen. Of voor je gezicht. Dus ik wil ook met charcoal. En eentje nog met white clay en argan. Tampons. Want in Zwitserland word ik ongesteld. Maar misschien ga ik die doosje trouwens ook in de auto leggen. Ik vind het echt heel handig om in je auto te hebben. En dat was het. Nou, ik hoef trouwens niet een heel doosje tampons in mijn auto. Dat vind ik ook een beetje overdreven. Nou, dan ga ik nu eventjes naar boven, want ik ben al een beetje laat. Dan zie ik llekker dit. Ook, ik had weer 4 dingetjes uitgezocht bij Chiquelle. 3 jurkjes. En het is maar weer hopen dat ik ze pas. Heel spannend, we gaan het zien. En een broek. Superleuk jurkje, maar helaas, zoals altijd, pas ik er niet in. Ja, super jammer. Maar ja, ik blijf het proberen. Hij zit heel strak en de rit staat hier helemaal open. Dus ik kom er gewoon echt niet in, helaas. Jammer, superleuk, maar echt veel, veel, veel te klein. Deze is nog erger, jongens. Ik weet niet eens waarom ik dit film, maar goed. Kijk, hij gaat niet eens naar beneden. Echt? Oh my god, wat valt dit allemaal klein, zeg. Jee, lang leven strijd. Dit jurkje past wel. En die is ook nog eens echt superleuk. Oh my god, I love it. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Zo raar, want dit is ook gewoon L. Maar ja, stretch. Hij heeft hier ook nog best wel wat ruimte over. Hij is niet te kort. Superleuk. Ik moet zeggen dat ik echt een beetje zit te denken van wat moet ik aan nu het weer mooi weer is. Nou, deze kan ik zo aantrekken. Super. Hij is echt heerlijk. Hij zit heerlijk. Mouwtje is perfect. Ik merk trouwens wel aan mijn armen dat ik train. Zonder BH kan hij, met BH zou hij nog veel mooier staan, denk ik. En de lengte is super goed. Dus dit is echt een aanvulling. Zie je, dus daarom wil ik het risico steeds nemen. Ik denk, als er nou wel iets bij is wat leuk is. Top. Ja, echt mooi. Echt perfect. Blij mee. Inmiddels mijn chill trui aangetrokken. Dit is nog de broek. Lekker een flared. Lekker een ripstofje. Gewoon een hele mooie, stevige stretchy. Niet te stretchy. Gewoon hele chille. Comfy home, maar ook wel voor naar buiten. Wat ik altijd al zeg, de kwaliteit van Chiquelle is top. Dat is ook waarom ik met ze blijf werken. Ik kan niet uit alles van de website kiezen. Er zijn echt, als influencer mag je zeg maar niet uit alles van de website kiezen. Dus de keuze, dat zijn vaak van die dingen die net een beetje wat kleiner vallen. Maar toch wil ik met ze blijven werken. Want soms zitten er toch echt hele chille kledingstukken tussen. Ik heb heel veel kleding die ik ook echt draag. Alleen ja, soms past het niet. Maar ik heb altijd een kortingscode in de beschrijving staan. Kwaliteit stelt nooit teleur. Ze shippen gewoon vanuit Nederland. Ik ben heel tevreden met dit merk. Dus ik hoop dat ze ook nog groter gaan qua mate. Dat zou chill zijn. Maar oké, nu ga ik eindelijk lekker chillen. En ze wilde trouwens misschien een samenwerking doen voor mijn pigment. Maar met mama Jo wilde ze dat ook misschien doen. En er zijn dus behandelingen waarmee het helemaal weggaat. Maar goed, to be continued, bye. Oké, hallo jongens. Het is woensdag, het is al best wel laat. Gym time. Na 2 setjes van 30 kilo op een heel dood. Ik ben nog een beetje aan het klooien met het apparaat. Goede lek tegen gehad. Ook was ik met je afgeleid, want ik kreeg dus van bijles aan huis vanochtend mijn eerste verzoek. En dat was echt een verzoek dat ik dacht, oh, ik had op mijn lijf geschreven. Een meisje uit groep 3 waarvan haar ouders graag willen dat ze wat zelfverzekerder naar groep 4 gaat. En ze wil niet met haar ouders lezen. Lezen gaat niet zo goed. Nou, het is zo herkenbaar. Ik heb natuurlijk super vaak meegemaakt op school. Maar je woont in Utrecht, dus ja, dat is echt te ver. Dus ik zou, je mag wel hierheen komen of het kan online. Maar ik neem aan dat je dan liever voor iemand dichterbij gaat. Maar nu kreeg ik net een ander berichtje van een... Ik weet niet of het vader of moeder was, maar mensen die wonen in, die zijn op zoek naar iemand voor een 9-jarige dochter die dan naar groep 5 gaat. Dat is een groep lager dan je, meestal ga je dan naar groep 6 als je 9 bent. Maar zij heeft echt een supergoed rapport en zo heeft ze allemaal al meegestuurd. Dus het is wel best wel veel werk, want je weet nog niet of je met iemand gaat werken en dan heb je eigenlijk al een uur gepraat. Maar we hebben nu dan als goed voor vrijdag 6 uur 's avonds een kennismakingsgesprek, want daar zit weer een ander tijdstip. Dus ik dacht, nou prima, even een keertje. Ik krijg allemaal... berichtjes nu binnen, dus en dan willen ze voor 3 keer per week, dus dat is dan toch wel heel leuk en zo. En dan uiteindelijk heel dichtbij hier in Zoetermeer. Maar oh my god, ik begon helemaal blij te worden, want ik denk, dit is natuurlijk wel waar ik uiteindelijk naartoe wil. En hoe leuk is deze stap?
bedoel, als je een eigen praktijk hebt, verdien je veel meer en is het echt een goede baan. En nu is het eigenlijk gewoon een soort van bijbaantje. Maar het is wel een hele goede manier om er een beetje mee te oefenen. En bijles is natuurlijk niet mijn doel, maar als je dan een verzoek krijgt voor iemand die geen plezier meer heeft in lezen, of iemand die uit een ander land komt, dan heb je eigenlijk al een beetje de bijzondere de situaties die ik zo leuk vind. Dus ja, ik heb hier helemaal zin in. Echt super leuk. En nu gaan we lekker eten. Oké, misschien hebben jullie wel gezien dat ik de laatste tijd ineens andere dingen op mijn nagels zat. En ik zei dat ik er nog over zou vertellen. Morgen ga ik dat doen. Morgen ga ik aan de slag met dus een samenwerking die ik heb. In ieder geval wil ik het nu even vast laten zien. Dit zijn dus mijn nagels na bijna 3 weken of zo. Ziet er echt super goed uit. Eerste keer. En ze zeiden nog van je moet echt oefenen. Ga het oefenen. Dus ik wil sowieso voor iets promoten het eerst even jezelf hebben geoefend. Maar ik ben echt vet enthousiast hierover. Ik vind de kleur ook mega leuk. Kijk, ik ben nu bezig geweest om deze er vast helemaal af te halen. En ik ga nu even verder om deze eraf te halen. Want ik vind dat super chill om gewoon op de bank te doen tijdens film kijken of zo. Dan voelt het gewoon niet als tijdverspilling. Gewoon even het laagje eraf veilen. En dan weken in aceton. Maar dan ga ik je dus morgen laten zien hoe ik die nagels erop ga zetten voor de tweede keer. Dus dan hebben jullie in ieder geval nu gezien dat het er nog vet goed uitziet. Dus daar ben ik heel blij mee. Want ja, ik wil dat, zoals ik al zei, eerst eventjes getest hebben. Kijk, hier ligt er allemaal alles waarmee ik net aan de slag ben gegaan. Hiermee heb ik het er net afgehaald. Maar ik zal nu eventjes de beelden invoegen die ik dus 3 weken geleden of zo heb gemaakt toen deze set binnenkwam. Waarin ik al het een en ander laat zien. Kunnen jullie daar vast een klein stukje van kijken. En dan ga ik morgen het echt allemaal officieel opdoen. En dan zien jullie mij met mooie lege nageltjes. Jongens, ik heb zo mijn bijles, eerste bijles intake over 10 minuten. Ik heb net mijn proefvideo met Nicole geëdit en even klaargemaakt. En nu, ik vind het wel heel chill. Het geeft toch weer een beetje structuur aan je dag. Als je er straks dus de deur uit moet voor bijlessen en zo. Het lijkt me zo leuk. Ik dacht, het is ook wel heel leuk natuurlijk om weer in mijn vlogs mee te nemen. Dit is voor mij eigenlijk het ideale leven, is dus dat ik allemaal verschillende dingen kan doen. Dus dat je en een studie hebt en aan YouTube werkt en dan nog social media dingen. Dus editen, video's maken en dan en bijles. Dat je gewoon allemaal verschillende dingen kan doen. Dat vind ik echt onwijs leuk. Dus het zou heel tof zijn als dat kan. Ik heb dus gisteren, kreeg ik een intake. Ik weet niet of ik dit heb verteld. Ja, ik heb dit gisteren gevlogd. En ze heeft dus vooral hulp nodig met, ja, de stof hier. Dus ook rekenen. Ik heb gezegd dat is niet mijn sterkste punt. Ik heb me ook niet aangemeld als reken bijlesleraares. Stof tot groep 6 ken ik sowieso natuurlijk helemaal. Want die heb ik, daar heb ik fulltime gedraaid. Waarschijnlijk daarboven ook wel. Maar ik ben altijd, het is niet per se een onzekerheid. Maar ik kan heel goed mezelf, zeg maar, ik weet heel goed wat ik kan. En als ik niet zeker weet of ik het kan. Nou, het is heel raar. Want ik ben eigenlijk van de mentaliteit van Pippi Langkous van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Maar als ik dan een ander bijles moet geven, ben ik daar wat kritischer in. Dus ik ga niet nu zeggen dat ik tot en met groep 8 rekenbijles kan geven. Want die stof moet ik weer ophalen, weet je wel. En ik wil wel gewoon echt in één keer goede bijlessen kunnen geven. Dus daarom begon ik gewoon even met Nederlands en studiebegeleiding. Of toen heb ik ook Engels basisschool erbij gezet. Ik wil wel gewoon zeker weten dat ik echt veel kennis heb. Hoewel ik met Nederlands ook bepaalde regeltjes terug moet halen, hoor. Maar goed. Daar heb ik gewoon van nature aanleg voor en rekende totaal niet. Ik had zelf altijd bijles in mijn leven. Maar ik zit hier dus nu in een soort van online iets. Een beetje, doet me helemaal denken aan coronatijd. Dus ik zit hier dan, het is van schooltalent of zo. Zie ik hier mezelf alvast. Audio gecheckt en zo. En dan heb ik dus een 10 minuten intake. Ik ben ook heel benieuwd of je na 10 minuten dus stopt. Dat zou wel heel fijn zijn. Want dat voorkomt natuurlijk dat je veel te lang met ouders aan het praten bent. En dit is ook gratis. Je verdient hier niks aan. Maar ja, ik zou het super leuk vinden om haar 3 keer in de week bijles te geven in Zoetermeer. En ik sta er ook voor open als mensen bijvoorbeeld hier beneden bijles willen. Ik bedoel, dat is een perfecte start om je, ja, praktijk vast een beetje op te bouwen. En ik zie het een beetje als, je kan natuurlijk veel meer verdienen als je echt met kinderen 1-op-1 werkt. Maar dit is natuurlijk gewoon bijles. Dus het tarief is niet super hoog. Maar prima wat je ermee verdient. Alleen ja, het uurloon is prima, maar het is ook maar een uur. Dus het is niet dat je natuurlijk een dag van 8 uur maakt. In ieder geval, ik zie het een beetje als een soort van betaalde stage tijdens mijn opleiding. Want ik kan natuurlijk alles rondom mijn kindercoachstudie heel erg ook toepassen. Ook gaat het hier om lesgeven. Je blijft op deze manier bezig. Je blijft je juffenskills een beetje oefenen. Je blijft 1-op-1 met kids werken. Dus ik vind het gewoon... En je verdient er lekker wat mee. Het is lekker voor de routine als je straks een paar vaste bijleskids hebt. En je blijft een beetje actief en je kan een beetje wat dingen die je hebt geleerd meteen toepassen.
coachingsvaardigheden die je ook wel gebruikt bij een bijles en gewoon van alles. Maar ik merkte dat ik zo blij was toen dat verzoek binnenkreeg. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel vrij kritische ouders waren, want ze hadden al laten weten dat ze niet blij waren met de vorige. Maar ik ben op dat punt al heel zelfzeker en ik denk dat ik een hele geschikte kandidaat ben om iemand die uit een ander land komt hier te gaan begeleiden. Dus ik ben heel benieuwd. Nog 7 minuten. Ik stop nu weer met filmen, anders duurt het weer te lang. Maar ik zal wel even mijn camera aanzetten. Ik zie er moe uit, zeg. Tijdens het gesprek. Misschien wel leuk. Zolang ik de privacy niet schend, kan ik natuurlijk gewoon dingen met jullie delen. Dat is wel leuk, denk ik. Nou ja, laat vooral weten of je het leuk vindt, natuurlijk. Oké, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Vooral omdat ik Engels moet praten, waarschijnlijk. En mijn woordenschat is niet de allerbeste. Join. Yay! Oh, een pintje zeer. Hi! Oh, it's so funny. Goedemorgen, het is 7 uur bij jullie. Vroeg zeg. Zal ik Engels praten of Nederlands? Waar ben jij beter in? I'm better in Dutch. I'm good. I'm excited because this is my first time here. Yeah, I really love to do that. I've been a teacher, but teaching a whole class, it was always a lot of fun, but it was not my passion. My passion is to work with kids one-to-one. Dus je begrijpt mij wel. Ja, ik praat soms snel. Oké. Ik ga Nederlands praten nu dan. I always had tests for that, you know? And now I don't have a test because I don't work on a school anymore. De scholen waar ik heb gewerkt was het in groep 3 vooral. 3 is echt lezen, letters leren schrijven. En groep 4 is heel erg tafels. En dan vanaf groep 5 krijg je topografie, meestal. Provincies, dat snap ik. Sommige scholen doen ook geschiedenis toetsen. Ja, ik denk dat gewoon praten met elkaar over hoe was de dag en dat soort dingetjes ook heel erg helpt. Ik hou van praten, dus dat is goed dan. Kunnen we nu heel moeilijk zeggen. Weet je, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Je hebt de Nederlandse boeken nog niet gezien. Aan maandag is denk ik, heb je al heel veel indrukken en impressions. En misschien ben je dan een beetje moe na zo'n eerste dag. Ja. En ik denk, als we 3 keer per week doen, is misschien maandag, na woensdag ben je waarschijnlijk eerder uit school. Dus dan wil je misschien wel spelen met iemand of zo. Ja. Mijn geheugen was vol, maar het is nu alweer een half uur later. Ik ben meteen helemaal moe, omdat ik dus, als ik iets heel leuk vind, ben ik mega gefocust. En daarnaast word ik dus altijd even in, maar ik ben zo blij. Ik vind het zo leuk. Dat is zo'n geweldig leuk gesprek, echt bijna een half uur. Ik ben net even een remedial teaching mail aan het maken, want eigenlijk is het gewoon remedial teaching wat je doet. Ik heb ook opgezocht, daar heb je geen officiële opleiding voor nodig. Dus zo kan je jezelf zeg maar gewoon noemen. Vind ik wat leuker dan bijles. En dan ga ik dus nu voor hun even een mail opstellen naar de leerkracht. Dat ze hebben helemaal niks gehoord. Ze weten niet eens of ze hier voor meester krijgt. En dan ga ik dus eventjes vragen of ze wat een en ander wat willen toesturen. Hij vroeg of ik die mail wilde schrijven. Nou, no problem. Dan ga ik in Zwitserland. Dan reis ik zondag, maandag. En hebben we dinsdag een online ding. Want dan heeft ze net 2 dagen school gehad. Als we dan wel even online doen, dan kan je vast even laten zien welke boeken je hebt en welke vragen en hoe het was. En dat is misschien wel fijn. Alleen al Nederlands praten is al heel goed voor haar natuurlijk. Superleuk meisje. Helemaal leuk. Ik ben helemaal enthousiast. En dan gaan we daarna op maandag, dinsdag en donderdag om 4 uur fysiek bijles doen. 60 minuten bij hun thuis. En ze boeken dan 90 minuten, zodat ik ook 30 minuten voorbereidingstijd krijg. Heb ik zelf voorgesteld. Vond ik wel een goed idee van mezelf. Want ja, bijles is in principe gewoon, je geeft bijles en je gaat weer weg. Terwijl bij kindercoach, remedial teaching is het tarief natuurlijk veel hoger en er zit ook gewoon voorbereidingstijd bij. En hierbij niet, dus ik dacht dan geef jezelf eventjes die 30 minuutjes extra waarin ik dan dingen voor haar kan voorbereiden of juist na de bijles dingen kan bijhouden. En ik vind wel dat ik het een en ander qua administratie en zo moet doen. Hoort officieel niet bij deze bijles, maar dat is wel natuurlijk wat ik graag wil. Dus meteen lekker goed doen. Dan ga ik even nu die mail opstellen. Moet ik even kijken hoor. Ik denk dat ik hem gewoon vanuit mezelf ga sturen. Gewoon van hoi, ik ben Charlotte en ik ga haar begeleiden. Dat ga ik denk ik doen. Dat vind ik wel leuk. Zo. Echt weer typisch mij. Waarschijnlijk ga ik er weer veel te veel voor. Want het is maar gewoon een bijles. Maar ja, ik wil het gewoon serieus nemen. Ik heb gezegd, beste toekomstige leerkrachten van. Mijn naam is Charlotte. Vanaf week 23 zal ik 3 keer per week bij haar thuis gaan begeleiden na schooltijd. En dan weet ik ook vast waar ik er straks bij kan begeleiden. Alvast bedankt. Groetjes Charlotte. En nu ga ik even ontbijten. Het is raar voor je hoofd hoor. Weer ineens helemaal zo. Ik voel het helemaal weer dat zo'n stofje aangemaakt. Ik ben nu dan helemaal moe en voldaan. Grappig is dat.
je weer helemaal je moet concentreren. Leuk hoor. Ik ben heel blij hier. Maar je voelt echt als lekker bezig dat je echt iets kan opbouwen. Ik bedoel, je kan hiermee klanten zeg maar opbouwen. Je kan hier naamsbekendheid opbouwen. Je kan ervaring opdoen. Ik vind het echt heel leuk. Ook dat mijn eerste meteen echt zo'n leuke uitdaging is. En niet gewoon eventjes een uurtje rekenen per week. Ik ga nu even hier zo zitten. Om GTS te kijken en slaapbootjes. Ik heb een pakketje besteld, want ik ben geïnfluenced door Monica Geuze. Je was weer bij de buren, hè? Ja. Stout. Ik heb Clay & Glow besteld, want ze hadden 1% gratis. Maar het was zeg maar wel het goedkoopste artikel gratis. Dus ik ben dan echt zo'n persoon die allemaal dezelfde bedragen gaat zoeken. En dan had ik net geen gratis verzending, dus had ik voor 1,95 een tasje erbij besteld. En toen had ik echt gewoon precies 2 gratis. Wie is ook zo? Het is echt van een Nederlandse meid die echt haar merk helemaal zelf heeft opgezet. Dus dat is wel heel leuk, maar dat zou je niet denken. Ik dacht echt dat het mega internationaal was. Ik heb de cleanser. Heel veel mensen zijn enthousiast erover. Ik wilde ook het vitamine C serum, maar daar las ik niet zoveel goede reviews over. Maar het allerbekendste wat ik eigenlijk wilde bestellen, wat Monica ook promoten, was het roze kleimasker en de face scrub. Maar die tweede was uitverkocht en die eerste was dus 40 euro. En deze 30. Dus ik heb al een product van 30. Zodat ik dus 60 euro heb uitgegeven aan 4 dingen in plaats van 120. Bizar duur, hè? Maar ik heb dus het avocado masker. Dit is de Hydrating Moisturizer. En dan hebben we nog de Cooling Eye Cream. Ik wou gewoon een keer dit merk proberen. Dus ja, dat is dan je kans. Ik heb dit trouwens ook al geveild. Ik moet nog eventjes weken. Wel slim, want je regelt gewoon Monica. Dan ben je waarschijnlijk best veel geld kwijt om haar in te huren als promotor. Maar waarschijnlijk levert het je ook heel veel op. Het is wel, het voelt wel een beetje goedkoopachtig. Zeg maar niet heel luxe voor wat het kost. Maar het ziet er wel heel cute uit. Ik hoop dat het met zo'n rollertje is. Oeh. Satisfying. Dat is wel leuk. Ik gebruik bijna nooit oogcreme, maar het is wel goed voor vooral nu ik 30 ben. Oeh, het is het dingetje heel koud. Komt het omdat het in de post heeft gezeten? Want het kan toch niet zo koud zijn? Hoe kan dit zo koud zijn? Heerlijk. Super koud. Can somebody explain? Dit is heerlijk fris. Nou, ik ben een beetje ingestort. Dus dit was mijn review. Willen jullie nog meer weten? Let me know. Ook al krijg ik bijna geen comments meer, maar oké. Alright, 10 minuutjes later ongeveer. Ik zit dus Working Moms te kijken op Netflix. Ik heb dit al gekeken, maar ik wist niet meer welk seizoen ik was. En ik zag ineens dat ze 7 seizoenen hebben. Maar ik keek in Muiden dus op mijn account en hier kijk ik op Hazen account. Want we hebben allebei een gedeeld account met iemand anders, dus het heeft geen zin om op te zeggen. Maar ik ben gewoon bij 1 begonnen en ik weet echt niks meer. Dat is zo bizar, ik kan dingen zo snel vergeten. Maar toen dacht ik, waarom ga ik niet lekker hier zitten? Terwijl ik Working Moms kijk. En zeg maar, gisteravond heb ik de Stylist TV kijken, mijn nagels eraf gehaald. En dat vind ik zo chill, want de reden waarom ik eigenlijk nooit thuis mijn nagels deed is, nou, nagellak gaat er echt na een paar seconden af. Jullie, ik weet niet, als je mij lang volgt, dan weet je. Ik was die meid. Ik weet nog, dat ging met Christina naar een event. En dan, dit is trouwens een betaalde samenwerking voor Do Nails. Maar ik hoef echt maar 3 minuten iets te vertellen. Maar ik doe het gewoon op mijn manier en dan zit er lekker veel geklets en uitleg bij. Want dat vind ik veel leuker. Dus that's how I do it. Maar ik weet nog dat mensen, ik stond echt bekend om, oh, Charlotte moet net voor we naar een event gaan. Of net voor we iets belangrijks hebben, nog even snel de nagels lakken of bijwerken. Gewoon, het hield het geen dag vol. Dus nagellak doe ik al heel lang niet meer. Nou, nagelsalons, de Chinese salons waar ik ging, daar had ik steeds geen goede ervaringen. Nu heb ik dan eindelijk een fijne nagelsalon gevonden waar ik heel blij mee ben. Maar toen benaderde dit bedrijf mij. En ik vind het wel, juist nu ik heel veel thuis werk, vet leuk om het ook zelf te kunnen doen. Dus ik heb het nu een keer geprobeerd. En ik was er wel echt heel erg fan van. En juist omdat ik nu dus thuis werk en bijvoorbeeld tijdens tv kijken lekker het al kan veilen. Want eigenlijk het enige wat even werk is, is het er weer afhalen. Maar het erop zetten is niet zoveel werk. En nu kan ik ook gewoon, terwijl ik lekker een serietje aan heb staan. Weet je, vooral als je een Nederlandse film of zo kijkt, kan je gewoon luisteren. Met Engels heb ik dat niet echt, maar kan ik lekker hier doen. Dus ik heb nu een avondje voor mezelf. Super chill, dit matje erbij. Dan ga ik nu dus gewoon deze kant doen. Dat is moeilijk, dan moet ik met mijn linkerhand werken. Dit is hoe ze er dus nu uitzien. Wat ik wel chill vind is dat ik het er gisteravond heb afgehaald. Zodat het even een nachtje een beetje heeft kunnen herstellen, zeg maar. Dus dan ga ik het nu gewoon eventjes aan je laten zien hoe het werkt. Ik ben er heel erg enthousiast over. En dit boekje staat dus
stap voor stap hoe het moet. Maar het is zo easy dat ik het nog steeds weet. In de beschrijving staat trouwens een code voor 10% korting op alles van de winkel. En een linkje, een persoonlijk linkje. Dus klik daar vooral op als het je ook wat lijkt. Oké, mijn nagels heb ik in principe al in de juiste vorm geveld. Ze zijn niet heel lang nu, maar ik heb een beetje een ballerina vorm. Die heb ik gewoon aangehouden van in de salon. En dan ga ik nu nog eventjes mijn nagelriemen naar achter duwen. Op zich zijn ze al redelijk naar achter. Omdat ik tijdens het tweede dat ook al een beetje had gedaan. Maar het is heel belangrijk dat je nagelriemen echt goed naar achter doet. Daarvoor gebruik ik deze. En ik heb dus ook deze. Die is ook van Doenails. En dat is ook mega chill. Want dan kan je ook nu nog een klein beetje die laatste restjes voorzichtig wegkrijgen. Deze tip is trouwens nog veel chiller daarvoor. Ik word eigenlijk ook al... Ik ben nu al beter met links dan gisteren. Dus dat is wel grappig. Nog even zorgen dat hij echt goed ruw is met de minst scherpe kant van je vel, zeg maar. Dan ga je beginnen. Dan heb je de base coat nodig en de base powder. Het ziet er echt heerlijk satisfying uit. Zo zacht. Ik ga dus mijn moeilijke kant aan jullie laten zien. Dan zie je dat dat dus ook lukt. Ik ben echt niet goed met links, maar het gaat alsnog goed. Niet op je nagelriemen. Hiermee word je steeds beter, want ik denk nu al van, oh ja, ik moet het niet te breed doen. 45 graden. Oep, en dat is echt heel satisfying. Kijk. Oei, hi Boezy. Het ziet er echt heerlijk uit. Afkloppen. En dan heb je deze heerlijke borstel. En dan doe je zo. Oep, oep, oep. En dan zit je beter op. En als je goed kijkt, dan zie je dus. Kijk, hier heb ik minimaal. Hier heb ik een klein randje overgelaten. Ik weet niet of je dat ziet. Dat vind ik dus iets mooier. Maar ja, gewoon waar je lakt, daar komt het. Heel chill. En dat ga ik dan dus nu ook op deze andere nagels doen. Dus even de base powder aanbrengen. En het chillen is... Het gaat eigenlijk best wel goed. Maar stel dat het fout gaat, ga je het straks toch nog veilen. Dus maakt dat niks uit. Het gaat echt mega snel. Veel sneller dan ik had verwacht. Kleurtje kiezen. Vorige keer had ik volgens mij de paarse gedaan. Die vond ik zo mooi dat ik hem eigenlijk weer wil. Maar ik ga dan nu wel even voor roze. Wow, dit is echt roze roze. Oh my god, zo leuk. Je doet eigenlijk hetzelfde, maar dan nu met de base coat en je kleurtje. Dus met de base powder ben je alweer klaar. En hiermee doen we twee laagjes. Niet te dik. Ik hou in ieder geval echt niet van dik. Ik niet mooi. Oeh. Hey, there we go. Ik ben heel benieuwd. Oei. Oh, dat is zo roze. Oh my god. Kijk dan. Klop, klop, klop. En dan. Oeh. Oeh, super netjes. Je gaat het straks dus nog helemaal glad velen en zo. Maar dit ziet er al best goed uit. Je ziet dat ik hier een beetje er langs ben gegaan. Maar dat vel je zo weg. Het leuke is dat je natuurlijk steeds beter in wordt. Nu gaan we nog een laagje doen. Wee. Oh, hij is echt veel smoeter dan ik hem de vorige keer had. Nu komt hij zo cool. Dus nu ga je de activator eroverheen doen. En dan wordt hij eigenlijk hard. Dat is echt de magic. 2 minuten wachten daarna. Dan kan je hem glad veilen. Maar wow, hij is zoveel gladder dan mijn eerste keer. Hoe kan dat? Normaal doe je trouwens je volgende nagels ook al. Maar ik doe gewoon even 1 nagel. Anders heb ik veel te veel beeldmateriaal. Dan is hij dus mooi uitgehard. En vorige keer was hij best wel dik. En heb ik er echt nog veel afgeveld. Maar nu is hij best wel dun. De activator is trouwens belangrijk, want die zorgt ervoor dat het de lagen afdicht en dat aan de nagel hecht. En die voorkomt luchtbellen, waardoor het dan langdurig blijft hechten. Alright, ik was al verder met mijn volgende lagen, maar dan gaan we nu na 2 minuten drogen de topcoat aanbrengen. Die duim moet je echt maar in 3 lagen doen. Dus ik ben altijd iemand die dan nog heel vaak overheen gaat. Dat moet je niet doen. Even laten drogen. Dan weer een laag topcoat. Weer 2 minuten laten drogen. Dan ben je klaar. Dus ik ga even de andere nagels doen. Dan zie ik jullie strakkies. Oké, ik ga deze doen met die glitter met de kleur sugar. Nog nooit gebruikt. Of nee, ik doe 1 laagje wit en dan 1 laagje sugar. Oh my god, superleuk. Ik had ook roze kunnen doen met eroverheen glitter. Ik heb nu dus wit met eroverheen glitter. Maar nu ga ik het dus nog eventjes veilen en dan nog 1 laagje activator. Deze is al klaar, maar ik ben helemaal excited. Het is zo leuk om zelf te doen. Het is echt onwijs leuk. I love it. Ik ben super goed ineens met links. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan de tweede keer. Oké, het is klaar. Ik ga straks even de rest eraf weken. Dan ga ik lekker morgen mijn andere hand doen. Het is al best wel laat. Het wordt nu bijna donker. Dan laat ik jullie morgen nog even die end result zien. Maar super blij mee. Oh, en don't forget. Lekker wat olie. Kijk jongens, ik heb dit eventjes net 10 minuutjes laten weken. En hier trek ik dus zo het eraf. Dus... Ja, die andere had ik hem net niet lang genoeg laten zitten, denk ik. Ik hoef niet eens meer te schrapen of iets. En ze zijn ook niet beschadigd. Kijken hoe lang deze nagel is. Wow. Hi jongens, helemaal vergeten te vloggen. Maar kijk, ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn zo goed gelukt. En het was mega snel klaar. Ik ben echt trots.
Echt love it. En ik heb net een TikTok opgenomen met een bubble tea. Oh, dit is zo awkward, maar ik moest nog even vloggen. In mijn auto. En nu ga ik naar de stad eventjes fietsen om een fiat te kopen voor Zwitserland. En misschien nog even een beetje lekker langs winkeltjes te struinen. En dan ga ik naar de sportschool. En dan moet ik eigenlijk echt gaan studeren thuis. Yes, en je hebt in de pocket. Oh, hier heb ik nou echt zin in. Lekker. Ik heb dus geen idee waarom. Maar ik vind het altijd echt superleuk. Maar er werd dus zwaar met me geflirt. Gewoon 3 keer. Zelfs net met een hele knappe man. Die gewoon midden op straat zegt, wauw, wat heb je mooie ogen. Gewoon een normale man en niet een vieze man. Daarvoor een andere man al, die vroeg wat ik aan het doen was en waar ik vandaan kwam. Ik dacht dat ik uit Joegoslavië. Nou ja, er komt nu iemand hier zitten. Maar ik vind dat dus wel leuk als mensen dat gewoon doen. Wat vinden jullie daarvan? Heel veel mensen haten het, maar ik vind het wel leuk. Alleen ik snap er geen rol van, want kijk hoe ik erbij loop. Lekker van aankomen in de gym en zien dat deze vrij is. Deze is bijna de enige die ik doe met mijn armen. Ik heb er zo geen zin in. Ik vind deze echt niet leuk, omdat ik ze me zo zwaar vind. Als je nog tips hebt voor deze sessie, welkom, want ik doe dus 4 setjes en dan als je goed gaat 8 keer, maar dan als je zwaarder gaat dan maar 4 of 5 keer. Dus dan 5 keer, 5 keer, 5 keer, 5 keer, maar misschien dat wel te veel. Misschien moet je wel gewoon op de zwaarste stand die je kan en dan maar bijvoorbeeld 5 keer en dan 1 herhaling. Ik weet niet zo goed, maar dat gevoel ik ook een beetje, want soms zie ik mensen echt maar 1 pull-up doen. Ik ben namelijk nu gaat het, maar als ik dan doorga, ben ik al zo moe. Oké, thuis en we hebben net random besloten dat we naar de Little Mermaid gaan. Daar wil ik heel graag heen, die draait over een uur. Dus zij gaan nu even lekker Mackey eten en ik ga gewoon lekker daar popcorn eten, want ik heb al vet veel gegeten net. Maar ik heb dus spullen gekocht. Kijk dit. Hier ga ik nu dus ook een TikTok van maken. Ja, mijn video's zijn gewoon te lang. Het werkt gewoon niet. Dus dan ook maar op TikTok. Net als deze. Oh my god, een motje met matcha. En een motje met mango. Deze ga ik denk ik in een proefvideo doen en die andere op TikTok. Een truffel. Bread, zie ik lekker. Van de Xenos is dit allemaal. En bij Fine Tiger heb ik van die zipbags gekocht die je kan herbruiken. Dus in plaats van een bakje heb je dan zo'n zakje. Dat vond ik dus super leuk. Ik heb die gele jurk gekocht bij de H&M. Ik twijfel een beetje, maar ik vond hem wel leuk. En ik heb dit voor mijn bonusdochter voor bij de film. Want dit zag ik op de camping. Iedereen met spray met zuur en heel ongezond, maar wel leuk. En dan heb ik dus echt fantastische... Oh, dit kaartje die Lotte voor mij had gekocht bij de Zeeman is zo schattig. Dus die heb ik ook voor mijn tante. Een verstandelijke perfecte tante die morgenjarig is, net als deze tampen samen met fluoride. Want dat heeft ze nodig. En deze met fluoride, want ik wist niet... of het goed was. Mega lange soort rietjes vond ik echt vet. Fabulous. De Zeeman had deze super schattige slippers. Dus die vond ik echt heel leuk. Je ziet overal nu dit soort slippers. Voor mijn tante heb ik bij de Zeeman, want ze had een soort van BH's nodig. En ik heb er één voor mezelf. Dus ik heb voor haar een L en voor mij een XL. Dat is echt, die zie je klein, dit is XL. En deze zag er best wel lekker uit. Bij de Flying Tiger. Sorry, ik ben echt aan het haasten. TK Maxx zo'n spatel wat heel handig is. En bij de TK Maxx in een M. Maar dit is altijd vet stretchy en ziek mooie body van Donna Karen. En ik heb hem niet gepast, maar I take the risk. Zo'n hele mooie body. Het allerleukste wat ik heb gekocht zijn de glazen bij de TK Maxx. Waar ik helemaal blij mee ben. En een vaas. Kijk. Ze hebben daar dus merkjes. En het is grappig, want steeds als ik iets leuk vind, is het hetzelfde merk. Er zijn 2 merken die ik heel leuk vind. Eén daarvan is dus Alex en Zoe. En zo'n printje heb je ook heel vaak bij de klanten en zo. Maar dit vond ik toch zo'n mooie vaas, dat je niet die lelijke steden ziet. En dan vet leuk voor tulpen of zo. Dus ik dacht, ik ga niet twijfelen, ik neem hem mee. Ik vind hem vet gorgeous. En dan heb ik 4 van deze, die ik ook echt een pareltje vond. Kijk dan. Ook een beetje wat je tijdje bij de Quantum had, maar dan vind ik hem echt wel een stuk mooier. Ook van Alex en Zoe. Zo, pretty, daar heb ik er 4 van. En hiervan hadden ze er maar 3. Dus ik wil altijd of 2 of 4. Dus ik heb er 2. Mega mooi glas. Ook zoals die vaas, maar dan vind ik dit echt heel leuk om uit te drinken. Dit is ook een drinkglas. En deze is dan van Aphorism. En dat merk vind ik ook altijd heel leuk. Voor de zaak had ik toen vet mooie glazen die we nooit hebben gebruikt, omdat we ze te mooi vonden. Dus daar 2 van, dat zijn mijn parels en ik ben er heel blij mee. Oké, nu ga ik mezelf even
auffrischen. Sorry. Jongens, ik zit op de wc. Ik heb echt, volgens mij al sinds ik klein ben, geen pauze gehad tijdens de film in de wereld. Maar het is zo'n leuke film en hij is heel goed. En ik heb al 3 keer gehuild. En ik vind niet snel een film echt heel leuk. Maar ik vind het echt heel leuk en heel goed, heel mooi. Echt 10/10. Maar oké, geweldige film dus. En nu is pauze weer voorbij, dus ik ga snel voordat ik slaap. Ik heb bij deze film serieus nog meer gehad dan bij de uitzending. Ik weet niet waarom, maar aan het einde heb ik denk ik echt 4 minuten non-stop gehaald. Het is zo mooi. 5 minuten non-stop gehaald. Zo mooi, niet normaal. Het is nu gewoon, het was al mijn favoriete Disney film. Maar dit is gewoon nu mijn favoriete film voor altijd. Echt, alles was gewoon een 10. Niet normaal. Echt niet normaal. Zo mooi. Good morning. Ik heb het avocado masker op. En het is gewoon een soort hele dikke crème die aan het intrekken is. En ik heb een Merlin masker in. Met Camille. Die je haar een beetje oplicht natuurlijk van Lush. Die heb ik al een tijdje. En ik ga zo lekker mijn haar wassen. Ik weet dat dit de clip is op dit nummer. Oké, wij zijn over 3 minuten bij Laag Vuurtje. We gaan dus midget golfen voor Inger de verjaardag. En we hadden het al verteld wat ze had gevraagd. Maar we hebben even een leuk kaartje geschreven. Oh, er moet nog Inger op. En dan heb ik, ja, ik moest fluoride tandpasta kopen, dus ik heb er geen idee. Maar ik kreeg een heel lijstje met dingen die ze nodig heeft. Dus ik heb 2 fluoride tandpasta's. En wow, het is hier druk. Haar lievelingskleur is paars, dus ze wilde ook tandenborstels. En oh ja, dat BH'tje. Dus nou ja, hopen dat het goed is. We zijn er bijna. En ik heb dus, zoals bijna elke dag, dit douche aan. Maar dit is een maat kleiner. Want ik heb toch het rokje weer besteld. Die ik dus eigenlijk te klein en te strak vond. Hij zit nog steeds ziek strak. Maar ik vond het zo leuk dat ik het wel heb besteld. Zo, so, I like. En dit is echt heel mooi ingepakt. Maar vorige keer werd ze helemaal zenuwachtig van al dat papier. Dus ik dacht, ik pak het gewoon niet in. Ik had net een hole in one. Kijk maar. Ja, ja. Oh, hij was bijna bij de witte stip. Hoi Robin! Precies als ik ga filmen. Hi Teddy. Net een kind. Ja, je kan het. Go. Iedereen die gefilmd wordt gaat super slecht. De hele tijd. Jezus. Ze had hem net echt perfect. Ze had net zelfs een extra puntje. Dus een maar zodra je wordt gefilmd gaat het altijd bij iedereen fout. Ik heb dat ook altijd. Kan heel goed zijn. Lekker. Al zo'n avocado. Oh ja, tuurlijk. Oh, yummy. Is er ook al? Ja, is leuk. Het was hartstikke gezellig. We zijn nu bij mijn ouders. En ik heb net deze geproefd voor TikTok. Ik ben helemaal into TikTok. Ik vind het super leuk. Want mijn vlogs zijn toch al super mega lang. En van die korte video's met dingen proeven vind ik heel erg leuk. Dus ga vooral naar mijn TikTok als je bijvoorbeeld dit wil zien. En nu wachten we even op mijn ouders en dan gaan we gezellig hier eten en lekker in het zonnetje zitten. Trouwens het Klee en Glow tasje gevuld. Ik heb uiteindelijk geen rouwkost en zo. Maar ik heb dus dat Zeeuwse biertje voor mijn moeder. Ik heb ook geen kaartje. Echt een beetje bagger dit keer. Maar goed. Die dinges. Dit heb ik echt best wel lang geleden gekocht, maar ik gebruik het niet. En dit heb ik gekregen en dat gebruik ik niet. Dat vindt zij heel lekker. En dan nog deze lolly. Samyak knots. Ja, het is voor mij nu een beetje karig dit keer, maar ze vindt het vast helemaal leuk. Maar kijk. Oh. Ik heb het leukste is erin, maar dat is een beetje strak. Dus ik heb het gewoon zo. Hey, kiekeboe. Is Charlotte. Kiekeboe. Jij bent nog een beetje een mooie kiekeboe. Wow, ik ben hier echt zo lang niet geweest. Hi. Hi, Kip. Het is zo mooi geworden. Het is echt wauw. Hier kun je gewoon met je voetjes in het water. Hier ben ik echt fan van. Een soort vlonder. Hier is de kussenbox. Dan heb je hier. Daar komt de buitenkeuken. Dus daar ja, geweldig. Oh, onder dat ding. Ja. Dit is echt. Want ze hebben altijd mooie tuinen gehad. En we hebben een soort park gehad als tuin eigenlijk meestal. Maar hier hou ik wel heel erg van. Hier een gedeelte waar je kan zitten. Hier kan je helemaal privé lekker met je kletsen als je wil. Dat even privé wil praten. Wel heel veel gedoe om alle kussens op je lounge zetten doen. Ja. Hier komt een buitenkeuken. De hele ochtend heeft het dus echt geweldig toch? Wauw. En helemaal rondom. Ja, kijk maar wat hier is. En een schuur. Wauw. Wat dat verschil.
Bizar. Zo. Bizar. En dit gaat dan helemaal dicht. Waar zijn de fruitbomen? Mag je laten zien. Maar hier zijn ze nog mee bezig. Hier heb ik net al beschreven. Netjes. Daar komt poes. Daar komt langs. Dit gaat nog dicht waar je dat schermt. Ja, dat is nu al mijn favoriete plek. Daar gewoon op de vlonder zitten, ja, op je gebloten willen. Ja, daarom dacht ik misschien wel daar zitten. Heerlijk zeg. En dan ga ik twee stoeltjes erbij. Leuk. Dan heb je ook heel veel privacy. Geweldig. Prachtig. Oh, ik hou hiervan niet normaal. Dit is mijn droom, hè, met de schommel dat je zo het water in kan. Oeh, lekker. Dit is zo lekker, doperwten. Dit doet een beetje denken aan 35 met al die dips. Oh, als het hier zo heet. Hé, die had ik ook, die fles. Ja? Zijn ze lekker? Waar is die ook weer van? Lidl? Ja. Ja. Vond hem zo leuk uit. Bier en koffie. Heerlijk. Hallo, wij zijn op weg naar het toernooi. Dat is gezellig. En Katie is er ook. Hi. Hi. En we... Ja, maakt me niet. Oh, hi. Nee. En we hebben lekker beefyworstjes. Nou, eigenlijk hadden we al heel veel snackjes mee, maar dit ook nog. Want ik had geen ontbijt. Kip. We hebben al big. Dit. En dan gaan we haar aanmoedigen. Oké, zien jullie mijn outfit in de auto? Ik heb het jurkje aan van Chiquelle. Dit is mijn lookje. Nagel dan. Kijk, nummer 11 jongens. Ha. En Mark, die laatst versierd werd in de comments. Had je dat gehoord? Met die roze. Ja, had je dat gehoord? Ja, hij was ook echt bij die seconde film. Ja. Is die jongen single? De wifey zit hier lekker aan de wijn. Zeg je de wifey? De wifey. We zaten daar zo. Ja, go ha. We hebben een spandoek hier. Oh, die was net niet hier rollen. Het zijn een beetje vibes van schoolvoetbal die ik hier krijg. Superleuk. En het is echt heerlijk weer ook. En lekker windje, helemaal gezellig. Ik ben heel blij met mijn nieuwe jurkje. Ha? Met boobies. Ja, ik heb wel boobies in dit jurkje. Lekker. Mijn boobies zijn de mascotte vandaag. Speciaal voor heel gedaan. Go number 11. Welk nummer is Mark? Wow. Ze hebben penalties nu. Ik word helemaal nerveus hiervan. Ik zit op het spandoek. Oh my god. Oh, dit is zo spannend. Woo! Door naar de volgende. We gaan lekker hier barbecuen. Oh, chill. Kijk hoe lekker we hier zitten. Prachtig. Overal zien jullie schattige babytjes. Oh, jullie wonen hier echt wel heel mooi, zeg. Ah. Oh. Hoeveel eendjes zien jullie? Laat het weten in de comments. Niemand gaat het doen, niemand. Oh, ik film ook echt totaal scheef. Kijk hoe cute. Oh, zo donzig en schattig. Nou, dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Het is alweer de dag erna. Ik dacht eventjes dat het nu zondag was, maar Pinksteren, dus het is nu maandag. Hele gezellige avond gehad. 3 uur gingen we slapen of zo. En nu hebben we lekker een chill dagje. Heel erg bedankt voor het kijken. En bedankt voor jullie lieve reacties, duimpjes en het kijken en zo. Dus tot bij de volgende. En vergeet me niet op TikTok te volgen. Daar test ik nu allemaal eten. En ik ben super actief. Oké, bye.